en een mama Luxie. Ja. Leuk. Dus hier is. Appeltaartjes. Hi. Jula, die gaat leuks. En wat ga je nu allemaal hele buiten? Houtvriendjes. Wat een verandering. Oh, wat zie je. De Bellyfans, familievloggers en je veldbestuurs. Goedemorgen, vriend. Woensdagochtend. Heerlijk al aangekleden, hoor. Je broer en je twee zussen die zijn nog aan het aankleden. En Woezel en Pip die worden net wakker. En jouw slapers. Heerlijk opgehoord. Ja, ons kussentje van thuis. Ja, de kussentjes van thuis. Maar Lucius belt even de opa en oma. Ja, alles op de opa en oma thuis. En de dieren, de konijntjes, de visjes, ja. Doe ze maar de groetjes, hè? Nou, Lucius, wie zijn er nog meer wakker? Lu en Lucilla Lixie. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja. Nou, we gaan even lekker eten. En kijk vandaag weer gezellig. Ja, dat is mee. Nou, we hebben het ontbijt op, maar het weer zit niet mee, zoals jullie zien. Het regent de hele tijd alleen maar. Maar toch gaan we erop uit. Nou ja, echt op uit. We gaan lekker naar de plaza bij de Bollo Club. Want daar gaan we iets bakken. Dus dat is ook wel leuk. Kunnen we even lekker daar wat spelen en wat doen. Want voor de rest, ja, we hebben vandaag niet heel veel andere dingen op de planning. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het weer gewoon niet mee zit. Waardoor je ook niet echt heel veel andere dingen kan ondernemen. Gisteren trouwens wel echt super leuk bij de schaatsbaan in Deventer. Dat was wel heel erg leuk. Daar hadden we, Doetinchem. Daar hadden we wel lekker weer. Maar het is nu regen. Het waait. Het is niet koud, maar je kunt gewoon niks doen buiten. Want je wordt helemaal nat. Dus dat is wel een beetje jammer. Net als met dat marshmallows maken. We hadden heel leuk marshmallows op het programma staan. Een paar dagen, 2 dagen geleden was dat. Maar we zaten zo gewoon in de stromende regen. Zaten we marshmallows te maken. Maar dat vond ik wel ook echt zielig voor die, die meiden. Ja, die dat organiseerden, hè? Ja. Ach, kijk, die hebben er ergens last van. Kijk, die meisjes hebben er ergens last van. Ik ben bijna in de plas. Ja. Hey, panters. Pantertjes. Vinden jullie het lekker buiten? Ja! Ja? Haha, ja. Daar gaan ze. Maar lente en zomer. Ja, ja, maar in ieder geval droog. Ja. Droog. En Lucius die ligt hier lekker in, jongen. Lekker warm. Maar ja, wij gaan nu dus lekker binnen spelen. Bij de plaza gebeuren. Daar gaan ze volgens mij iets van een taart bakken of zo. Dat is dus zo'n activiteit. Denk ik, nou, ga daar maar lekker naartoe. Want anders zitten we ook wel de hele dag in dat huisje bij elkaar op de lip, zeg maar. Vooral als het. Als het dit regenachtige weer is en dan de hele dag, is dat niet lekker. Ik had wel genoeg spelletjes en zo meegenomen. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook wel heel veel gedaan. Hebben jullie trouwens niet altijd gezien, want we hebben best wel veel ook gewoon in het huisje doorgebracht. Toen we de vlog hadden afgesloten natuurlijk. Ja, schatje. Dus ja jongens, dat is een beetje het plan. Geen idee wat we vandaag aan nog meer gaan beleven. Maar gewoon even lekker een chill dagje rondom het huisje op het park. Omdat het alleen maar regenachtig weer is. En ja, dan moeten we er toch wat van maken. Toch? Ja. We zijn er in ieder geval even lekker uit. Ja. Nu wil je spotballo met zijn verrekijker. Ja, nee, zo'n papieren verrekijker. Och, jongens, jullie hebben geen laarzen aan, hè? Hé, hey, meisjes bedoel ik. Mama, ik ga overspringen. Ga je erover springen? Kijk uit, hè? Dit is helemaal plat. Ja, helemaal plassen. Kijk, hier hadden we marshmallows gemaakt van de week, weet je nog? Ja. Daar, dat plekje. Daar regen we. Nou ja. Het is wel leuk zo met die huifkar daar, als het dan lekker weer is. Je hebt die wel, hebben we ook al wel weer gezien. Als het hier zomer is, dan heb je hier ook echt vet veel te beleven. Dus je hebt hier ook zo'n, hoe noem je dat, waterskibaan. Een hele grote waterskibaan in de zomer, is dat ook heel erg leuk. Hebben we nog nooit gedaan. Misschien nog wel een keer een ideetje. Ja, en op een of andere manier moeten de kinderen iedere keer over dit heuveltje lopen. Oh! Lucius! Nee! Lucius! Ik liet hem heel even los! Och jongen, dat ging goed. Het ging net goed. Hij denkt, dat was wel even een leuk ritje. Mama, meisjes. Ja, was het leuk? Ja, kijk, hij rijdt gewoon vanzelf. Kijk, oei!
Nusjes. Nou, het gelukkig was het niet een heel erg groot geultje. Als ik daarin ging vallen. Het was geen 20% helling, nee. En maar daarvoor is eigenlijk ook dit dingetje, hè? Wist je dat? Als iemand zich afvraagt, waarom hangt hier een snoertje aan? Dat is eigenlijk om hier je hand door te steken. Dat als je hem dus loslaat, dat je dan altijd de kinderwagen vast hebt. Ja. Handig, hè? Dat moet je ook eigenlijk wel doen. Dat moeten we gewoon even doen, zo. Zie je dat, Nuxie? Nuxie, die helpt mama mee. Ik wil even... Wil jij even duwen? Nou. Ja, maar wel jager. Lager. Kijk, dat is heel handig. Omhoog. Lager. Moet je wel via de helling, hè? Moet je zo meteen wel duwen. Kijk uit voor de auto. Ja, goed zo. Kijk, Nuxie. Dit is wel, kleine mama Nuxie. Zoals mini mama. Kijk, daar lopen we dan met de kinderwagen. Dat gaat goed, hè, jongen. Hé, hey. Flink duwen. Ja, maar dat kan ze wel. Goed zo, Nuxie. Oh, wat ben je sterk. Wat ben je sterk. Super zus is het, ja. Super Nuxie. Super Nuxie. Dat klinkt echt superleuk. Ja, dat klinkt wel als een echte superheld. Super Nuxie. We introduceren Super Nuxie, jongens. Super Nuxie, kan alles aan. Goed voor je kijken, hè? Niet tegen de hond. Oh, over de pootjes. Ja. Nou, dan gaan we snel lekker naar binnen toe. Ik hoor dat Bolle ook al thuis is in zijn huisje. Ding dong. Kijk, ding dong. Gaan we hier naar binnen. Bolle is mijn naam. Nou, hier is het weer lekker droog, jongens. Heerlijk. Kijk, dan gaan we naar de kelder toe. Dan gaan we met het leuke liftje. Die hadden we gisteren ook al gespot. Ja, nou zitten we in de lift hier. Zo hebben wij ook op school. Het is een klein mini-liftje. Maar ik vind deze lift wel handig. Het is super handig. Zo'n lift wil ik ook wel in mijn huis. Maar je hebt geen trap in huis. Als ik meer verdiepingen heb. Oh. Maar ik wil niet zo'n lift. Nee, we moeten het lekker met het trap. Zomaar 500 kilo. Ja. Ah, dat moet wel lukken met ons. Ja. Oeh. Nou, en dan zijn we er. Op is even. Deur open. Gaan we hem weer eruit? Ja, papi. En hier waren we gisteren ook met de show natuurlijk, hè? Leuk. Kijk, nu kun je het een beetje goed zien. Gisteren met de show waren er allemaal kinderen natuurlijk. Ja, nu is de klutsel. Nu is de klutsel ook helder. Nee? Ach, leuk. Ik heb maar 3 appeltaartjes gedaan. Ik denk dat jullie er nog meer willen maken. Nee, 3 is goed hoor. Ja, ik ga ze even opparen. Kijk, een schort. Leuk. Ziet er leuk uit, Liesjes. Hé. Hey. Wat heb je een mooie schort aan, Luxie? Hé, hey, let's kijken, wat staat erop? Hé, hey, kijk dan. Wauw, die is mooi. Nou, Luxie houdt ook heel erg van bakken natuurlijk. Dus dit is wel een leuk activiteitje. Ik wil bakken zijn. Jij wil laten bakken worden, hè? Ja, Luxie de bakker. Nou, misschien moeten we eerst hier even de naam mooi opzetten. Ja. Oh, dat kan je wel, Luxie. Maar dan kunnen we zien hoe de taartenbakker heet, hè? Ja. Ja. Die is mooi. Kijk dan. Heel goed, Luxie. Ja, nee hoor. Kijk dan. Luxie. Goed gedaan. Lief. Daar is bakker Lucilla en bakker Luxie. En kijk wat ik hier heb. Bakker. Lusjes. En nu al een hele graffiti aan maken. Wat kan nu al niet? Ach, wat staat er mooi. Kijk daar. Hé hey, jongen. Bakker Lissius. Ja, 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 ook één hoor, jongen. Dan ga je helemaal, ja precies, dat wordt de bodem van je taart. Dan ga je helemaal mooi erin kneden. En dan een beetje die randjes zo omhoog, dat het helemaal bekleed is. Ja. Voor je taart. Oh, ja. En dan is die dicht. En dan gaat die in de oven. En als ze klaar zijn, dan ga ik ze allemaal opeten. Nee! Nee! Ik had het eigenlijk wel bedacht hoor. Oh, ja. Taart toch heel. Nee, nee. Als ik elke week alle taartjes opeet, dan krijg ik volgens mij best een beetje dikke billen van. Toch? Wat lusjes. Dat lust je ook. En als jullie klaar zijn en je vindt het leuk, dan kunnen we ook nog even een mooi doosje zien. Met stikjes en zo. Dan gaan we je taartje in.
super handig. Ik heb dit nog nooit gezien. En dan pak je hem er aan. Kom je naar geschat. Ja. De kinderen willen opeens appels eten. Ja, precies. Ja. Wat leuk. Dan heb je al meteen een hele... geschilde appels. Ja. Appels. Ja. Oh, kijk, ze zijn ook echt een zakjes. Ja. Oh, wat handig. Ik heb alleen zelf een beetje stukjes. Ja. Wat handig. Nou, dan hebben we de appeltjes geschild. En wat gaan we dan doen, Luxie? We gaan taart doen, hè. Het zijn taartdoosjes. Dan kun je straks de taart mooi in bewaren. Ja, en die kun je nu lekker mooi versieren. Beste appeltaart voor u. Van nu al? Ja. €2,99. Hoeveel? €2,99. Ik zeg verkocht. Verkocht. Verkocht dan wel. Luxie denkt, terwijl de appeltaarten moeten bakken in de oven, ga ik lekker. Hamertje. Dit is een timmertafel. Dit is echt wel keurig. Oké, cool. Dan heb je hier allemaal figuurtjes. Je hebt helemaal figuurtjes. En spijkertjes. En kan je zelf al die dingen op timmeren. Mama, ik heb dit ook op school. Heb je dit ook op school? Nou. Oh, hier, ik weet het. Hier, hamertje tik heet het. Hamertje tik, ja. Dat vind ik een vrolijk hamertje tik. Wat cool. En die pan. Ja. Kan je ook tikken? Ja. Oh ja, dan kun je ook op de tafel tikken. Ik vind het wel leuk, tegen de muur aan. Ja, heel leuk bedacht. Ja, ik ga even zoeken voor jou. Nou, terwijl de appeltaart is... Terwijl de appeltaart is goudbruin aan het worden zijn, kunnen jullie lekker hamertje tikken. Ja, ik heb het appeltaartje. Wil je daarna de appeltaartje tikken? Ik begin de geur al te reuken, Luxie. Om de vinger, hè? Ja. Wow. Er zijn plastic hamertjes overigens. Ja. Plastic. Ja. Kijk jongens, en Lucilla die heeft de klimmuur gevonden. Kun je hier ook nog klimmen, Sil? Zo. Ze is al tot op het plafond. 1, 2, gaat dat lukken? Ja? Durf je dat? Een hele grote mat. Zo? Ja. Ja, doe maar. Ik denk wel Spider-Woman. Oh nee, ik ga nu ook niet. Dit is een paard. Nou, dan gaan ze allebei. Oh ja, zie je het, ja. Luxie, zie je hammetje tikken doen. Mama, kan je dit even pakken? Ja. Nou, kijk. Oké, okay, ja, ik kijk. Goed zo. En nou, Luan, toch iets lager. Oh ja. Ja. 1, 2, 3. Op het plafond, ja. 1, 2, kijk even voor je hoofd, hè. Oei, ja, je hebt lange benen, Lu. Ja, je hebt lange benen. Het valt mee. Mama. Hi. Ik zit er ook weer. Ja. Ik vertellen. Zullen we een appeltaartje maken? Of een tekening? Wat was je het maken? Een appeltaart. Lekker, hè? En ik ga de film van jullie kijken. En wat leuk om te horen, hoor. Hij staat ook in de bioscoop gezien, hè? Maar ja, dat zei hij al. Vanavond of vandaag? Ja, ik denk dat hij
januari. Hij weet het nog beter. Vandaag moet ik het vandaag goed doen. Ja, het is vandaag. Even lekker paar kijken in de kast. Lekker veel lachen. Ik wil even lozen, maar durf het niet helemaal in. Terwijl die appeltaart moet reizen, gaan ze helemaal los op de hamertje tikken. Nou, top jongens. Als we het overbelletje horen, dan gaan we naar de appeltaart toe. Goed? Kijk jongens, dit is super leuk, zo'n zandbank. Dit is dat kinetic zand. Het magisch zand, of magic zand. Dat noemen we het ook wel eens, hè? Kijk, en je denkt dus in het zand van de zandbank, maar als ik zo doe, dan kijk, heb je het gevoel alsof het zand gewoon leeft. Zie je dat? Dat beweegt. Ja, dat hebben we ook gehad. Maar ik vind het ook wel een heel leuk idee om dat zo in zo'n bak te doen. Misschien vind ik het ook nog wel leuk zo. Want Luxie is heel erg van de zandbak ook. Ja, we zijn allemaal leuke ideeën voor in Bellingen wel de vreecamping. Ja. Dikmuur. Ja, zo'n zandbak. Ja. Dat hadden we in ons oude huis en dat rode kleed gekregen. Ja, zo lekker. Goed zo, Luxie? Echt lekker, ja. Gewoon lekker vast te houden. Satisfying. Nou, dan kan opa zo'n bak timmeren. Dat is nog een epic woord, hè? Satisfying. Dat is een Engels. Dit is nu weer helemaal zo'n hip woord. Wat je gebruikt als je iets heel fijn vindt voelen. Net zoals bijvoorbeeld een pakje boter voor de eerste keer open doen. Gaan huizen bouwen. Een huis bouwen. Monopolie stellen. Maar wel op vier huizen in één groot hotel. Anders valt het huis op. Ja, bouw je huis op de rots. Ja, de... Ja. Van dat liedje. Ja, 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 ja. Oeh. Wat is deze voor mij? Nee, nee, nee. Squishes, denk ik, hè? Ik zie je taart. Oh, €2,99. Ja, ja. Ik heb er allemaal geen geld bij. Ja. Net eens even zien. Oh, Lucilla. Die ziet er super mooi uit. Kijk eens, mama. Oh, Lucilla. Wat lekker, jongens. Die kunnen we straks lekker opsnoepelen. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja. Je mag hier nog blijven, hoor. Ik ga een huis bouwen. Oké. Hij krijgt hier een prachtig. Ik maak hem hier in de boek. 1, 2. Oh! Hij is nice! Hij is heel mooi. Zag je straf halen? Wauw, mooi. Oh, kijk, die van jou gaat instorten. Kijk dan. Ah, dat zand stort uit zichzelf in. Dat is satisfying. Ja. Wow, ja, heel leuk. Kijk, dit zo als je klein bent over de trap lopen. Mijn voet is echt wel zacht. Lekker, hè? Mijn voet al voordat hij instort. Voordat hij instort. Oeh, lekker. Ik ga nog een bouwen. Ja hoor. Deze grote. Huisje. En dan is die erop. Ja, magic zand of daarboven staat kinetic zand. Ja. Maar je kunt ook magic zand noemen. Het is ook een beetje magisch zand, hè? Mooi punt, hè, nu? Ja. Kijk, papa. En op den duur vallen ze dus weer in elkaar, zie je dat? Kijk, papa. Oh, ja, Priscilla is ook heel mooi. Ga je grootje maken. Ga je hier allemaal weer in. Nou, Luxie is er ook in aan het maken, Luxie. Oh, nee, voor Luxie's verjaardag zo'n bak. Oh, Luxie, vind je dat ook voor je verjaardag zo'n bak? Ja! Ja! Dat vind ik ook wel een goed idee. Even over. Hey, dat vind ik serieus een goed idee. We krijgen een ingeving voor een verjaardagscadeautje voor Luxie. Die is in februari jarig namelijk. Nee, mama, dus, ja, uiteindelijk zakt hij weer in. Dat klopt. Maar dan kan ik nu wel doen zonder. Ja, dat klopt. Kijk, het is gewoon zo'n houten bak en dan met zo'n zeil in de binnenkant. Oh, en dan al, al dat zand erin. Oh, ja. We hebben heel veel hout en we hebben nog een vijverzeil. Ja, zo. Opa, als je kijkt. Ja, opa. Leuk verjaardagscadeautje voor Luxie. Zandspeeltjes hebben. Ja. Ja, die heb je heel veel. Ja. En deze hele grote, die kun je er ook wel bij doen. Dan heb je hele grote kastelen die je kan bouwen. Maar wel leuk hoor. Oh. Wow. Dan af. 1, 2. En dan? Kom eens. Het is een luxe. Wat zullen we ook in het echte huis gaan houden?
Ja. Nou ja, niet zo, maar... Ik heb een paar in de grond. Maar het lijkt een beetje. Ja. Goed zo, ik zie het. Daar gaat hij, hè? Oké, kijk door, hè? Wauw. Die is mooi geworden. Vond het lekker? Gezellig jongens, met z'n allen de zandbak. Hm? Op deze regenwachtige dag. We hebben toch wat leuks gevonden voor vandaag. Mooi Lucilla. Wow. Ah. Ik ga hem kapot stappen. Ja, gek is dat, hè? Maar kijk, als je dit gewoon, ja. Dit gewoon zo in elkaar duwt. Kijk dan hoe het eruit ziet. De hele zand gaat bewegen. Ik kom al met bloed. Nee, deze zakt in elkaar. Kijk, ja, die zakt in elkaar. Kijk die jongens. Er zitten allemaal heel raar in elkaar. Mooi, hè? Dat is echt bizar. Ja, gek hè? Dat gewoon weer terugvallen uit elkaar. Snap je? Ja. Hoe klinkt je zoiets? Echt knap. Ja, ik snap ook niet hoe dat zand kan. Het is wel een goede uitvinding. Nee. Ja. Dat is een soort... Ja, heel zachtjes. Als een soort pudding valt het in elkaar. Pudding? Ja. Met kleefie. Ja. Je hebt vieze handen inderdaad. Echt heel handig zand dit. Ja, mooi. Ja. Volgens mij gaat papa ook helemaal los, jongens. Dit vind jij leuk, hè? Ja. Ja? Ga je me indrukken? Kijk nou, dat eraf. Hoe zie je mij nu al? Ja, gek hè? Zakt hij met elkaar? Ik vind het wel jammer dat het niet langer blijft staan. Ja. Maar ik vond het best fijn om te voelen. Lukt je het ook lekker? Gek is dat hè? Goed zo. Ja. Oh kijk, ze zakken in elkaar. Ja, ze zakken weer in elkaar. Zo, Luxie? Kunnen we elkaar maken? Goed zo. Moet papa jou helpen? Oké, daar komt die mama. Ja. 1, 2, 3. Bier was een keer vrij. Ja. En nou op de kop. 1, 2. Ik heb hier nog een mooi tafeltje, noemen ze dan. Wauw. Tafeltjes. Kijk dan. Een kaveltje betekent dat. Die is mooi. Luxie heeft een kaveltje helemaal vol. 1, 2, 3. En dan moet je eigenlijk alles bedekken met zakken. Ja, oh ja, dat zegt hij meteen. Oh ja, slim ja. Jongens, ik ga een heleboel beeld maken en dan ga ik een glijpen maken. Oh ja. En dan maak ik het helemaal zo mooi glad. Dat kan ook. Hier. Een kaveltje. Hier, altijd achter. Anders zakt hij heel snel in. Nou, haal hem er maar af. Heel zachtjes. Mooi, Luxie. Nu ga ik nog maar hier. Zou je wel aan willen wonen, of niet? Met zo'n leuk huisje. Haha, is schattig. Kijk, mam. Nee, mama. Oh ja. Maar ik ga even shorten. Gaat hij alweer inzakken? Maar jongens, echt heel leuk te zien dat eigenlijk iedereen dit zand wel leuk vindt. We hebben dit zand wel eens gehad gewoon thuis. Dan kun je van die kleine leuke vormpjes heb je dan. Zo'n knutselpakketje. Ja, en dan kun je zo'n klein leuk dingetje maken. Ja, nou gaat hij wel weer instorten. Of die ijsjes. We hebben ook wel van die ijsjesmaakdingen met dit zand gehad. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat een zandbak zoals dit, vind ik wel echt een heel leuk idee. We hebben nog nooit zoveel zand in één keer. De formaatje laar, voor lusjes. Ja, dat je gewoon als een zandbak dit zand hebt, zeg maar. Dat is wel een heel leuk idee. Nee, maar dit zand gooit er ook minder snel uit. Want Luxie en Lucius en ook Lucilla zitten in onze tuin ook een zandbak. Die zitten in de zomer echt heel veel in die zandbak. Dus hoe leuk is het dat je ook gewoon met dit zand kan spelen in de zandbouw. Dat is echt heel plezier van. Dus dit vind ik wel een heel leuk idee. Ja, kijk. Dus ik maak hier een glijbaan voor. Nou, oh ja. En zelfs Luan vindt het leuk. Leuke jongens, een bak. Ja. Ja? Daar komt hij, hè? Ja. Oei, ach, dat is grappig. Kom, ja. Leuk, hè? 1, 2. Ja. De verse appeltaart. Dat doe ik lekker hier onder douches.
klaar gelegd. Hij slaapt nog. Dat is een roosje. En dan gaan we nu weer naar het restaurant. En wat gaan jullie nu allemaal doen? We gaan nu opeten. We gaan de taart opeten. Nou, heel erg bedankt voor jouw appeltaartbakkenles. Ja, graag gedaan. Heel veel plezier allemaal nog. Tot de volgende keer. Hè. Dankjewel. Ja, dat gaat lukken. En Luxie mag op knopje drukken nu, hè? Dankjewel, hè. Joe. Doe. Jongens, het regent nog steeds pijpenstelen buiten. Dus wij gaan ons gewoon een beetje lekker vermaken. Hier in de plaza en bij de speeltuin. En Lucilla en Luxie en Luan, die hebben iets gevonden. 5 euro, dit kun je kopen. Oh, kijk, dit is een kabouterroute door de stad. Maar ja, het regent vandaag, jongens. Dus misschien aan het andere keertje kunnen doen. Maar kijk, dit is een heel klein kaboutertuintje. Kijk, maar hij is ook te kopen, hè? Vakantiehuisje op zoek. Kabouterroute. Op zoek naar mijn kaboutervriendjes. Zie de route. En verhalenkabouters. Dat is schattig, hè? Zie je dat? Dat is een tuintje van de kaboutertjes. En ons kaboutertje is ook weer lekker wakker. Hey, jongen. Nou, jongens. We gaan even lekker weer in het restaurant zitten, denk ik. Kunnen de kinderen lekker spelen? Kunnen papa en mama lekker een kopje koffie drinken? Vind ik een goed plan. Ja, we gaan eerst even naar een tafeltje. Dan weten jullie waar we zitten? Ja, dezelfde tafel. Ja, dezelfde. Luxie, ga je mee? Kom maar. Kom maar, Luxie. Dan gaan we even naar een tafeltje. En dan mogen jullie dus meteen lekker spelen, goed? Dan kunnen mama en papa even lekker rustig aan tafel zitten. Dus meteen wat lekker eten. Luxie, moet deze kant op, liefie. Kom maar. Dan wil je deze kant op. Hoppatee. En wie komen daar uitgespeeld terug? Om zijn even te meenemen. Kinderspeeltuin, jongens. Ja, ze gaan we helemaal los, hè? Kinderspeeltuin. Ja. Nou, opa belde net met oma. Opa en oma erbij. Hé, Silla, Luxie. Opa en oma zeiden: als jullie vrijdagmiddag terugkomen, bereid je dan voor op een hele grote verandering. Opa en oma. Ze hebben ons thuis, maar ze gaan op. Opa en oma. Ze zetten ons huis op stelten. Ja, lekker met een boek op het bankje, maar. Het lukt niet. Het lukt niet. Opa en oma blijven gewoon. Maar dan zie je van wie papa het heeft, hè? Geen rust in zijn kont. Opa heeft het ook. En oma ook. Ze hebben van alles aan doen in ons huis. Mama zegt, ga dan maar lekker relaxen, tennissen, zwemmen, sauna, jacuzzi. Ze zijn nog niet in het zwembad geweest. Wel met jacuzzi in de sauna, maar niet in het zwembad. Ze zijn alleen maar druk bezig met allerlei dingen doen in ons huis. En de diertjes verzorgen. Ze helemaal niks hoeven doen, hè? Nee. Yes. Nou. Ja. Ik zeg proost, jongens. Proost op opa en oma. Ja. Hè? Wie is deze? Nou, en op de goede voornemens zijn papa en mama vandaag niet aan een broodje koket. Maar aan een broodje, verse zalmlusjes. Nou, en wat zien we nou? Lusjes, die is ook wel gek op een broodje met zalm. Nee, ik doe geen tosti. Ik heb ook een broodje zalm. Een broodje zalm, dat is waar. Dus rucola slaan. Lekker. Lekker zalm. Heerlijk, visje? Lekker visje. Dat is een zalmlusje. Het gewoon, hè? Ja, Luan die is gek op citroen. Heel gezond. En de meisjes zijn er weer naar de binnenspeelder. Ze zijn er niet weg te slaan. Nee, echt. Volgens mij echt het plekje waar ze het meest zijn geweest is op vakantie. Ga je doen? Ga je spelen? Dag. Dag. Oh. Dag. Dus je gaat ook weer spelen. En wat zien we hier, Lusjes? Daar rijdt Bollo zomers op. Ja. Ja, maar het is nu een beetje glad en nat buiten. Daarom heeft Bollo zo mooi hier in gezet. Die zijn cool, weet je nog? Dat we die bij het huisje hadden. Ja, maar heel gaaf, hè? Nou, jongens. Het is niet droog. Het regent. Kunnen we niet naar het kabouterpad? Nee, kunnen we geen kabouterpad doen. Nee, jongens. Dit is echt vies weer. Luusjes maakt het niet uit. Luusjes maakt het niet uit. Oh. Kom maar, jongen. Gaan we weer verder. Kom, gaan we lekker naar ons huisje. Daar is het lekker warm en droog. Ja, maar hij vindt het leuk. Dus het lopen ze leuk. Kom maar, jongen. Ja, kom maar. Ga je mee? Ja, dan mijn dag, Bollo. Handje. Kom maar, handje. Muts op. Kom maar. Handje. Kom maar, nu is het opeens aan de taal. Ja. Lindo. Blijven staan, ding a doe. Niet verleden. Ding dong. Wat heb je? Gedaan. Bollo is zo lang. Kom, liefje. Kom. Nee. Ach, de klas. Hij loopt helemaal door de klas. Dat was de klas. Nou, jongens. Hi, Luxie.
Wacht. Op naar huis. Doeg. Doeg, Blazera. En we zijn weer heerlijk terug in ons vakantiehuis. Dat vindt Lucius mooi. En Lucius, doe jij hem aan, jongen? Nou, even de kreumeltjes nog zuigen. Kijk, daar gaat hij, hoor. Toppie. Dan gaan we lekker spelletje spelen. Alles op één kaart, heet het. Lucius die doet alles op één briefje. En Liefie, die is hier lekker aan het tekenen op het papiertje. Mama. En ja, Luxie heeft ook al een hele goede ingevuld. Kijk, 1, 2 en 1, 2, 3. Heel goed. Nee, hij gaat op de steen. Goed zo, jongen. Zo, we nog kwijt. Leg hem maar weer op de tafel. Kan je op de tafel leggen? Goed zo. Ja. Nou is Lucilla aan de beurt. Oké. Ja, leg de kleuren maar bij elkaar. Oké, nou, wie heeft twee blauwe? Luxie, heb je twee blauwe? Nee, nog niet. Twee blauwe. Nee, maar je mag al wel de blauwe tekenen van wat je hebt. Hebt? Ja, dus jij hebt er hier twee, dus kun je er al twee inkleuren. Dat mag ook. Ook bij die? Ja. Mag bij allebei? Ja. Je ook blauw, Luxie? Goed zo, Luxie heeft hier ook blauw. Mama, het is inderdaad een soort bingo, maar... Mama, Luxies, geef die stift maar even aan mama. Geef die maar even aan mama. Goed zo, jongen. Dank. Dank, kerel. Met tante Rita, ben je er? Wij gaan dansen. Op de dansen. Ja, we gaan verder. Wacht even hoor. Nu mag. Oké. Twee gele, twee blauwe. Ja, heb ik. En een rode. Lucie, ik heb kijk twee gele. Mama, ik heb er één helemaal vol. Ja, ik heb er één helemaal vol. En mag ik ook die twee gele doen? Mag ik zo? Ja, mag je ook de twee gele doen? Goed, Lucie. Twee gele, liefie. Ja. Nou jongens, en zoals jullie zien buiten, het is echt letterlijk hondenweer. En Woezelpip? Oh, mama. Hondenweer, ja, zo noemen ze dat. Ja, als het regent buiten. Pip, ja, maar dat betekent dat zelfs de honden niet naar buiten willen. Dus dat is een spreekwoord. Oh. Een gezegde, of hoe zeg je het? Ik dacht wel dat het lievelingsweer is van de honden. Nee, het is hondenweer. Dat zelfs de honden, die altijd zo graag naar buiten willen, niet naar buiten willen, hè, Woes? Ja, dat is wel een gangetje. Ik heb er nu één helemaal vol. Wat moet ik dan nu doen? Ja, ik heb er ook één helemaal vol. Je hebt gewonnen als je alles vol hebt. Dus dan moet je nog even door. Is Luxie weer aan de beurt? Luxie, mag ik mij? Luxie, mag ik mij? Luxie, jongen. Het is zo fijn dat jullie dan bij ons zijn op vakantie. We hebben wel gemist op vakantie, hè? Hey, mam, Luxie heeft gegooid. Mama, Luxie heeft allemaal verschillen. Leg ze maar bij elkaar. Luxie heeft allemaal verschillen. Maar dan mag je nog een keer. Mama, bij mijn eigen... De hele dag op de bank. Dat kan, man, als je een hond bent. Dat kan als je een hond bent. Maar ik heb nog een keer gegooid. Je nou eindelijk de oogjes weer zien van Pip. Nee, nu is het naar de trimschool zijn. Mag bij de gele ogen getrimd. Hier mag je ook. Ja. Bingo. Nee, Lewis. Je moet een hele volle kaart hebben. Twee paarse. Ja. Twee oranje. Eén rode. En één rode. Moet je die ene rode ook aankruisen? Mm-hmm. Dan moet je de rode aankruisen. Maar ik hoef hier bij de blauwe nog één en bij de rode nog twee. En dan heb ik... Een volle kaart. Ja. Gek, Liesjes. Ik nog de paarse. Wat ga je doen, jongen? En de rode. Wat ga je doen? En de blauwe, en de gele, en de janje. En je moet ook op die kaart, hè? Ja. Allebei de kaarten. Wat ga je doen? Oké. Eén voor de jood en één voor de...
makkelijk uit? Nee, je moet ze allebei voor hebben. Je moet ze allebei voor hebben. Nou, dus dan heb je nog niets gevonden. We gewoon lekker aan het chillen in ons huisje, jongens. Zitten we daar weer vlek op de lens? Jongens, we hebben vlek op de lens. Nee, maar we hebben heerlijk gespeeld in het plaza gebeuren bij de Bollo Club. Kinderen hebben nog heel veel gespeeld in de indoor speeltuin. Ja, ik denk, je hoeft niet allemaal meer te filmen, want jullie hebben het wel gezien. Zijn ze echt iedere dag, hebben ze daar heel veel gespeeld. Heel veel kindjes, want iedereen verzamelt zich daar ook natuurlijk. Dus daar hebben ze in ieder geval plezier voor team. En daarna weer lekker naar ons huisje toe gegaan. Ja, en dit is gewoon een beetje zo'n typische hangdag in ons vakantiehuisje, jongens. Lekker spelletje spelen in het huisje. Gaan we zo even lekker het appeltaartje eten. Nee, dat is een kinderse Wat doe jij? Ik heb een woezel na. Doe jij woezel na? Een woezelkusje schreven dan. Kijk eens hoe lief woezel is. Hé, mama, dat is wel een keer een goeie om een keer te doen. 24 uur woezel op Pip na doen. Ja. Nou, succes. De hele dag op de bank liggen. Dan moet je ook brokjes eten. Ja, de hele dag op de bank liggen. Is wel wat leuks. Nee, ik doe woezel na. Ja. Ik doe mama, dan moet ik een ijsblokje. Dit is de appeltaart van nu, jongens. En kijk. Tra-tra. Mooi. En hier hebben we de doos van Lucilla. En wauw, die van Lucilla is ook heel mooi geworden. En het doosje van Luxie. Oh, die is ook heel mooi geworden. Nou, die gaan we maar eens even proeven, jongens. En dat lekkere taartje ruikt toch lekker. Hm? Die is van jou. Bakkerluxie. Zit daar ook lekker. Nou jongens, dat is een lekkere afsluiting van deze regenachtige dag, toch? Ja. Vond je nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Jullie vielen bijna. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Want de tijd vliegt snel voorbij.